Minister Gilmer, hoofdraad van het ministerie van Financiën, heeft kennis genomen van de recente berichtgeving met betrekking tot het door het Nederlandse Openbaar Ministerie in beslag genomen geldzending van 19,5 miljoen euro van de Centrale Bank van Suriname het vorig jaar. In de berichtgeving hierover worden speculaties gedaan rondom de keuze van de correspondentbank van de Centrale Bank van Suriname en de gevolgde route om dergelijke omzetting van euro's te faciliteren. Specifiek worden suggestieve vraagtekens geplaatst bij de stopzetting van geldzendingen door de tussenkomst van de Nederlandse bank. De geldzendingen die door de tussenkomst van de Nederlandse bank tot 2013 werden verricht, hadden enkel betrekking op de chiralisering van de aangeboden euro's ter aanvulling van de nostro-accounts van de commerciële banken in Suriname. De Centrale Bank van Suriname moest op zoek gaan naar andere mogelijkheden ter structurele harmonisatie van de aanwezigheid van en behoefte aan euro's en Amerikaanse dollars in het land. Met de Nederlandse bank had de Centrale Bank van Suriname geen banknote trading agreement. En het is ook nooit de intentie geweest van de Centrale Bank van Suriname deze aan te gaan. In het kader van het zoeken naar oplossingen zijn er gesprekken gevoerd met onder andere de Hong Kong Monetary Authority, die drie financiële instellingen aanwees die mogelijk konden bijdragen aan de mogelijkheid tot corresponding banking en levering van US dollars. Uit de aangedragen kandidaten, ICBC Bank, HSBC Bank en Bank of China, bleek de laatste het beste te kunnen voldoen aan corresponding banking en onze behoefteoverschotten aan chirale euro's af te storten in het kader van betalingsverkeer van de Surinaamse banken en de levering van US dollars ter dekking van de fysieke tekorten in Suriname. Deze route van geldzendingen Suriname-Nederland-Hongkong heeft geen andere reden dan door het ontbreken van een rechtstreekse route en het feit dat Schiphol de enige transatlantische bestemming is waarop vanuit Paramaribo wordt gevlogen. Deze geldzendingen voldoen aan strikte compliance-eisen en worden vervoerd door gespecialiseerde transportbedrijven, Cash Valuables in Transit, die toegang hebben tot een breed scala aan hoog beveiligde maatregelen. Zij maken onderdeel uit van de reguliere economische activiteit van een centrale bank. Voor wat betreft de kanttekeningen die op zichzelf worden geplaatst bij de noodzaak van geldzendingen, ligt de minister toe dat ontwikkelde economieën verder zijn om toegang tot liquiditeit geheel chiraal te maken. De elektronische valutahandel vindt vaak plaats tussen banken onderling, interbankair. Echter, naast deze elektronische valutahandel blijft contant geld, cash, vooral in ontwikkelingslanden, een belangrijk betaalmiddel. Dat is niet beperkt tot Suriname. In reactie op de derde dwaling dat veel banken in het eurogebied de banknote trading agreements met Surinaamse banken zouden hebben opgezegd, omdat ze niet zouden voldoen aan compliance, ligt de minister toe dat de gevolgen van die risking niet alleen iets is geweest waar Suriname mee te kampen heeft gehad, maar waarmee het hele Caribisch gebied en ook Zuid-Amerika te kampen hebben gehad. Het ministerie van Financiën meldt tot slot met interesse te volgen de wijze waarop het Nederlandse Openbaar Ministerie onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid in Nederland in deze staatsaangelegenheid haar standpunten doet ventileren. Zonder in te gaan op de inhoud van lopende procedures ter opheffing van het beslag op onze tegoeden, is het ministerie van Financiën van mening dat het vasthouden van Surinames gelden door het Openbaar Ministerie in Nederland inmiddels niet in redelijkheid te handhaven modus is om het kennelijk beoogde doel individuele personen in Suriname te vervolgen te bereiken.